We zijn hier bij Brink Industrial in Hoogeveen. We staan hier met André Knol, directeur. André, kun jij wat vertellen over het bedrijf? Ja, Brink is een oud familiebedrijf wat al sinds jaar en dag bestaat. En zich de laatste jaren zich behoorlijk bezighoudt met een stuk circulair ondernemen. Een bedrijf met een brede ervaring qua kennis, met name op plaatgebied. We staan hier inderdaad niet voor niks bij dit product. Zou je hier ook iets over willen vertellen? Wat zien we hier voor ons staan? Ja, wat we hier staan, dit is een van de varianten van een afvalbak. Daar zijn we ooit na de jaren terug mee begonnen om circulaire ondernemerschap. Om de materialen een restwaarde te kunnen geven. En als je materialen een restwaarde wil geven, wat zou dan mooi zijn? Dat je eigen product ook zo gemonteerd is of zo gefabriceerd is dat je hem kunt demonteren en kunt hergaan gebruiken. Het ziet er prachtig uit. Hebben jullie ook producten waarin jullie al gebruik maken van hergebruikte materialen? Ja, we hebben voor 2 jaar terug een nieuw product gemaakt. Dat is de Bink. Die wordt gebruikt, dat wordt de binnenbakken. En de binnenbakken wil zeggen dat zijn de afvalverzamelaars van zo'n bak. Die zijn gemaakt van gerecyclede kunststof. En als ik het goed heb, is dat gerecyclede kunststof wat jullie gebruiken, is weer afkomstig uit de bakken zelf wat klanten erin hebben gestopt. Ja, en daarin werken jullie samen met Returnity. Ja, klopt. Dat maakt me heel nieuwsgierig hoe dat werkt. Ja. Returnity is natuurlijk een verzamelaar van afvalstoffen. En vanuit de overheid wordt het gestimuleerd om restmateriaal te gaan gebruiken, om steeds minder nieuwe grondstoffen toe te gaan voegen aan je product. Nou, Returnity is een inzamelaar en die wilde iets doen met de grondstoffen. Maar zo hebben wij elkaar gevonden, is een samenwerkingsovereenkomst ontstaan. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Houden jullie ook bij in hoeverre het gebruik van materialen en jullie energieverbruik afneemt door de tijd heen? Niet helemaal, dat is een vrij moeilijke. Wat we wel gedaan hebben, we hebben vorig jaar behoorlijk geïnvesteerd in een nieuwe machine. Mm-hmm. Dat is een elektrisch gestuurde machine. Het is niet exact uit te leggen hoeveel besparend op CO2 is, maar het is aanzienlijk. Hebben jullie ook doelstellingen voor de komende jaren? Qua materiaalgebruik, qua energie, willen we die en die doelen realiseren? Initiatief aangegeven. We hebben vorig jaar een traject opgestart met een oud student van Stenden. Die een optimalisatieslag doorgevoerd heeft bij de spuiterij, de poederspuiterij. En dat is vorig jaar een besparing op gasgebruik geweest van ruim 60.000 kub. Door het anders te gaan plannen, anders te gaan organiseren. En dat zijn de elementen waar we mee bezig zijn om het proces anders in te gaan richten. Om zodoende energie te besparen. Niet alleen energie, maar anderzijds ook een stuk rendementsverbetering. Dus als ik het goed begrijp, met dezelfde hoeveelheid productie heb je 60.000 kub minder gas. Ja. Hele slimme vorm van procesoptimalisatie. Jullie zijn ook bezig met te kijken hoe bestaande afvalbakken omgevormd kunnen worden tot nieuwe afvalbakken. Ja. Kun je dat uitleggen? Hoe werkt dat precies? Ja, kijk, de overheid roept natuurlijk steeds meer dat wij hergebruik van grondstoffen moeten gaan doen. Mm-hmm. En eigenlijk zou je dan ook in de aanbesteding ook zoiets willen gaan doen. Dus en de overheid moet daar trendsetter in zijn eigenlijk om daarmee te gaan beginnen. Dus onlangs heeft de overheid een aanbesteding uitgeschreven om de bestaande afvalbakken die 10 jaar oud waren, om die een tweede leven te gaan geven. De opdracht was bedenk een plan dat ze zo hoog mogelijke content van je bestaande afvalbak kunt gaan gebruiken in de hernieuwde afvalbak. En we zitten daarmee in de eindronde, dus het resultaat is nog niet bekend als we hem gewonnen hebben. Maar het is wel een nieuwe trend die ingezet is om je bestaande bak een tweede leven te gaan geven. Dus jullie hebben hier, als ik het goed begrijp, ook in het productieproces de flexibiliteit om met verschillende materialen, verschillende grondstoffen, verschillende producten te maken. Ja, dat is correct. Ik zeg vaak, tot 3 mm kunnen we veel. En dan maken we gebruik van aluminium, maken we gebruik van RVS en van staal. Wat maar het beste past op dat moment. En nu hebben we een mooi verhaal over hergebruik van materialen, grondstoffen. Maar daar heb je ook mensen voor nodig. Kun je iets vertellen over jullie personeelsbestand? Ja, ons personeelsbestand is de laatste jaren wel afgenomen. Dat wij nu een groep zitten van ongeveer 50 gemotiveerde medewerkers. En het moet in de genen van de medewerker zelf zitten om zichzelf te willen verbeteren. Wij geven de mogelijkheid. Want ik heb begrepen dat jullie onder andere ook werken met mensen uit Syrië, Afghanistan en met het GGZ Opleidingsinstituut. Ja, klopt. Ja. Wij maken daar gebruik van als wij grote productieseries hebben, wat relatief eenvoudig werk is. Van, er zijn helaas heel veel mensen met een rugzakje. En wij vinden dat die denk ik een tweede kans verdienen. En dus als het in de genen zit, als ze het in de vingers hebben, dan creëren jullie de ruimte om dat te ontwikkelen. Hoe zie je de toekomst voor je? Heel erg goed. Toekomst, natuurlijk, we hebben COVID gehad. Wij hebben daar de gevolgen van gezien. Maar uiteindelijk zijn we daar sterker uitgekomen door toch weer
goede focusgebieden te gaan zoeken, kansen zien, strategie op aangepast. En ik denk dat wij klaar zijn voor de toekomst. En wij zijn de toekomst. Hartstikke mooi. Dankjewel. Graag gedaan.